Yo, mensen, Basie wat wel Basie steentje welkom bij deze nieuwe SORE video. We zijn in de prijzen gevallen. Wederom, heel onverwacht. De meest bizarre scores heb ik in deze Game Week gezien: 342. Ik heb hele hoge pieken gezien. En hele diepe dalen. En dat allemaal binnen de team zelf. Dus daar gaan we zo meteen even naar kijken. Even terugblikken. Maar we hebben wel een reward weten te pakken. Daar gaan we later op terugkomen. We gaan vooruitblikken op Game Week 343. En we gaan nog even op zoek naar een nieuwe speler. Ik ben over het algemeen nu wel tevreden. We hebben alweer een transfer gemaakt sinds de laatste video. Ga ik ook even met jullie doornemen. Dus genoeg om door te nemen. Vergeet even niet te liken. Want ik ga ook nog iets anders jullie vragen. En dat vinden jullie waarschijnlijk, denk ik wel leuk. Waarschijnlijk, denk ik wel leuk. Goed, duurt allemaal te lang. Vergeet even niet te liken, te abonneren voor, uh, ja, voor deze Sorrek-content eigenlijk. En dan uh, laten we snel beginnen. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Zoals jullie hebben kunnen zien, hebben wij dus twee teams ingeleverd voor Game Week 200, of 342, sorry, de midweekse speelronde. En daarin begon Oumut Gunies. Dat was echt vlak na de deadline. Ik was zelfs live, volgens mij, toen deze man aan het spelen was. En deze man heeft gewoon twee negatieve decisives gepakt. En daardoor dus een decisive score van 5. Maar hij had een all round van 22.3, waardoor hij uiteindelijk op 27.3 kwam. Hij speelde in. Captain mode 240 voor de threshold. Dus ik dacht al: van nee, man, met dit begin gaat het echt ongelooflijk moeilijk worden. Maar toen kwamen de andere spelers. Toen was het de beurt aan RKC tegen Go Ahead Eagles? En RKC wist 3-1 te winnen. Kreeg dus wel een tegengoal, waardoor Sean Adeboye niet zo'n denderende score wist te halen. Dus dat belooft al niet wel goeds. Maar hij had ook nog een teamgenoot. En die teamgenoot was Matt Seuntjes. Met één goal en twee assists had hij een decisive score van 80. En een all around van 10.3. Waardoor hij dus op 90.3 kwam. En daardoor gaf hij een enorme boost. Eigenlijk aan onze uh, cap 240. Waardoor wij nog kans zouden maken op de, de threshold, Om het even zo te zeggen. En sterker nog, ook misschien nog wel kans op een kleine sneaky reward. En we hadden ook nog een andere aanvaller. Ja, hier zat zeuntjes als middenvelder. Maar we hadden dus ook nog een aanvallen. En dat was Curtis Main. En Curtis Main, die is teamgenoot geworden van Tony Watt. Uh, maar hij stond wel in de basis en hij wist twee keer te scoren. Uh, ja, hij moet het sowieso niet van zijn EE-scores hebben, want dit is echt een beuken die voorin uh, alle ballen erin kopt en schiet als hij de kans krijgt. Een beetje Thomas Verheij type, maar dan in, uh, ja, in Schotland. Dus EE-game uh, is niet helemaal daar. Maar wel twee decisives en daardoor hadden wij nog hoop in de capped. Want we hadden toen op dat moment, even rekenen: we hadden toen 232 punten, als ik me niet vergis. Wat eigenlijk inhield dat de, 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 ja, de threshold binnen was. Want Adan zou nog gaan spelen, de keeper. En ik had niet echt het idee dat hij meer dan drie doelpunten tegen zou krijgen. En dat zou eigenlijk al genoeg zijn voor, uh, voor de threshold. Zeg maar de cap, om de 250 punten te halen. Maar sterker nog, ze wonnen 5-0. En daardoor hield Adan dus de clean sheet. De, de keeper die we recent hebben opgepikt. En had ook nog een all van 20. Hij had dus heel veel reddingen gemaakt en dus de, de 0 gehouden. Waardoor. Wij dus uiteindelijk door deze zieke rollercoaster zijn geëindigd op een T3 reward. We zitten wel een beetje midden in de ja, midden bovenin de T3. Dus daar moeten we niet te veel van verwachten. Misschien een reward van uh, 0.02 0.03 Ethereum. Maar ja, alles is leuk meegenomen natuurlijk en het is natuurlijk weer content. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. En dan hadden we nog een ander team. En dat was All Star Pro waar wij Manone super rare op goal hadden. Hij keepte. Er is overigens wel een Concurrent voor hem gekomen, maar daar komen we zo meteen wel even op terug. Hij heeft vier goals uh, om de oren gekregen, eigenlijk. En dan zou je denken: van nou, dat heeft hij dramatisch gedaan. Maar dat was eigenlijk niet het geval. Die uh, nieuwe spits van Stade de Reims, die was echt onfire. En ja, als je vier goals tegenkrijgt, heb je en een negatieve decisive. en dus nog min 12 uh, op je EE eraf. En verder, als je kijkt naar de saves, hij heeft vijf saves gemaakt. waarvan vier inside the box. Dus hij heeft verder nog, heeft hij het gewoon decent gedaan. En ja. Het enige wel, als je dus drie goals tegenkrijgt als keeper, minimaal krijg je een negatieve decisive. En dus niet de clean sheet bonus, logischwijs. En dat is wel klote helemaal, als je natuurlijk een super rare goalie hebt. Waar je echt stappen kan maken als je keeper bijvoorbeeld een clean sheet houdt. Maar uh, dat mocht dus niet zo zijn. Dus een uh, score van 24.8 met natuurlijk de super rare bonus. Want we zitten niet in captain, maar in rare pro. En dan hadden we nog een flat, hè? Namelijk mijn maatje Pelle Clement. Ik weet niet wat er met deze jongen aan de hand is, maar ik heb deze man zo vaak opgesteld. En ik heb hem één keer niet opgesteld. En toen heeft hij een hoge score gepakt. Kunnen we zo meteen wel even naar kijken misschien. Maar uh, ja, je zou toch denken dat in zo'n team als RKC dat hij wel uh, ja, aardige scores neer kan zetten. Maar hij heeft dus nog een overtreding gemaakt. Geel gepakt. Dus ja, dat waren mijn twee super rest. Waardoor ik eigenlijk dacht van ja, helemaal klaar eigenlijk. kan hier niks meer mee. En dat was uiteindelijk ook zo. Maar als je even kijkt wat de rest heeft gedaan, dan ga je beseffen dat het eigenlijk heel zuur was. Ja, we hadden hier ook nog een aanval. Deze heb ik inmiddels alweer weggedaan. Deze zit tegen de basis aan. En ik hoopte dat hij stiekem basis zou gaan spelen. Maar hij viel dus in. Wist niet te scoren of wat dan ook te doen. Dus deze score was ook in de omlaag. Maar nu komt het leuke van het verhaal. We hadden namelijk nog twee kanonnen. Arthur, onze grote beest van Stade de Ren. Stade Rem, moet ik zeggen. René. Ik weet niet eens hoe je moet zeggen. Stade Ren. Het me allemaal maar roesten. In ieder geval, ik heb hem voor onder 23 gehaald. En voor Champ. En dus ook eventueel voor Cap. Maar deze man heeft gewoon een EE score gedropt. Van 44 punten. En dan zeggen we gewoon. respect voor deze man. Want deze man heeft 12 punten gepakt. cliché bonus dus. Plus 10. Dubbel-dubbel. Plus 4. 6 clearances. 3 gewonnen tackles. Nou, en als we hier even gaan kijken: 109 accurate pases. 5 lange ballen gegooid. 7 duels gewonnen. En maar eentje verloren. En zo kwam hij dus op een uh, zieke score. van 44 EE. En dat is echt wel uh, vrij interessant. Helemaal zoals verdediger natuurlijk. Je duels wint, dan, uh, dan tikt het wel aan. Maar de klappen, dames en heren, van deze Game Week, die komt nu. En dat is Greg Taylor, ongelofelijke legende. Deze man wist zijn scoren te openen voor Celtic. Waardoor hij dus op een decisive score kwam van 60. En zijn ee game was 50. Dus eigenlijk heeft deze man 110 punten gescoord. Maar ja, ze gaan hier maar tot 100. En deze man heeft dus gewoon een maximale score gedropt door doelpunten doelpunt te maken. Deze man heeft nog, even kijken... 1 attempted assist er nog bij. Want die hij gaf nog een voorzet die net gemist werd of geraakt. Als je hier kijkt. Ongelooflijk. <laughs> Accurate final third passes. 51. Sorry. Dat is, dat, dat is echt niet normaal, man. En ik heb dus een beetje gekeken, maar deze man speelt gewoon alles naar voren. En dat is natuurlijk. Hij is bestel Dus het is op zich ook een cheat code eigenlijk. Maar ik ben echt, echt tevreden met deze man, Greg Taylor. Zat dus was onderdeel dus van de, de trade met uh, Tony was uniek. Maar als ik zie wat deze man allemaal presteert, en hij komt net terug van een blessure. Um, dus ja, ik wist eigenlijk niet helemaal wat ik met hem aan moest. Maar als je dus even deze scores kijkt. Ja, ongelofelijke dalen, zieke pieken. En dat geldt hier eigenlijk ook. Met, uh, ja, ik heb hem nooit zoveel decisives gezien in één team. Zowel negatief als positief. We hebben hier gewoon, even kijken, 7, 8 Decisives in een in team van 5. Nou, dat is toch vrij interessant. Maar dat was dus uh, Game Week 200, 342. Ik weet niet waarom ik elke keer 200 zeg. Game Week 342. En ja, ik heb al een beetje 343 met jullie doorgenomen op stream. Maar laten we dat nog maar even een keer gaan doen. Want ja, als we dan even naar line-up beelden gaan. Ja, dan zullen de mensen die mijn stream hebben gezien. Zullen denken van wat is er in hemelsnaam gebeurd. Nou, wat er dus is gebeurd is dat ik eigenlijk stiekem. Mee wilde doen met cap 270. En dan zou je denken: huh, waarom cap 270 en niet 240? Omdat in 240 dus de threshold zit. Uh, dat klopt, maar daar zijn er veel minder rewards dan in cap 270. En als je de spelers hebt om in te leveren in cap 270, dan ja, is dat wel aan te raden. Ja, ja, je gaat er geen kans maken, natuurlijk, op die uh, threshold van bij 240. Maar er is een veel grotere kans dat je prijzen wint. En als je ze wint, dan is het ook gewoon dikke GG's. Alleen, toen zag ik. Eigenlijk dat ik gewoon geen challenger euro team had. En ik zag Greg Taylor. zat in een los-team. Uh, Pavlidis en Klaas. Zaten dus in de Capt 270-team. En toen dacht ik. Ja, ik heb alles draaien tegen Oostende. En toen zag ik dit team. Ik denk. Ja, dit team moet ik eigenlijk gewoon inleveren. Maar daardoor heb ik nu dus wel nog uh, uh, een keeper over. En ik wil eigenlijk heel graag meedoen met Alstar Rep Pro. Nou is het probleem alleen dat ik dus Adam heb. Ik heb Olivan Super. Rare. En dan Matzeuntjes met een goede wedstrijd in het vooruitzicht. Curtis mee, niet perfect. En dan hier Paulinha of Arai. Alleen het probleem is dus, zoals je kan zien, dat ik geen extra super heb. Want Holdby heb ik in de gaten gehouden. Die, die is nog niet fit. En die gaat dus niet spelen. En dat is eigenlijk mijn enige super die ik nog over heb. Dus dat is een beetje gezeik. Dus ik zit nog steeds een beetje te kijken: van ja, wat moet ik hier nou mee? Ik kan natuurlijk ook Murillo die. Die ik eigenlijk wilde steken samen met draaien. Maar ja, dat weet ik ook weer niet. Dus ik zit nog een beetje te struggelen. Maar dat gaan jullie, uh, denk ik, dan in de volgende video zien. En als jullie nog tips hebben, laat het zeker even weten. Want ik denk dat ik deze video voor de deadline nog online zet. De deadline nu is om 4 uur. En ik denk dat ik hem dan gewoon rond een uurtje. Nou ja, dat zien jullie dus vanzelf. wel. ik denk een uur of 12 of zo online zet. 12 of 1 zodat jullie dan ook nog even je mening uh, kunnen delen. En volgens mij kunnen jullie zelfs um, uh, mijn line-ups ook bouwen. Als je dat leuk vindt, tenminste. Als je denkt: van Bas, deze line-ups slaan helemaal nergens op. Dan kan je dus mijn line-ups gaan maken. En het enige wat je dan moet doen, volgens mij, is via soradata.com, waar ik dus nu ben. Gewoon mijn managernaam intikken. Hier, Bas-assistentje. En dan ga je gewoon hier naar line-up beelden. En je hebt daar geen uh, betaalde versie van nodig of zo. Dat kan, iedereen kan dat doen. En dan kan je dus zo, uh, met mijn spelers, kan je dus, uh, de teams maken. En normaal gesproken. Oh ja, normaal gesproken kon dat hier. Nou ja, goed. Ik wilde dus zeggen van dan kan je mijn line-ups maken, maar dan moet je bij community building zijn. En ik zie dat daar nog de oude modi op staan. Niet de cap modes en al dat soort gekkigheid. Dus ja, dan moet dan misschien nog even wachten. moet even misschien geüpdate worden. Maar uh, ja, laat het sowieso in de comments weten als ik echt uh, iets over het hoofd heb gezien. We hebben dus Adam. Ik zat dus misschien te denken om dan gewoon Alstarrer mee te doen. Of dan toch gewoon eventueel Capture 240 en dan maar voor de threshold gaan. Ik denk dat dat misschien dan de beste optie nog is. Even kijken. Ja. Dit vind ik altijd wel al zo jammer. Daar heb ik eigenlijk nog 28 over. Dan zou ik eigenlijk in cap 220 kunnen gaan spelen. Maar die rewards zijn daar weer niet top. En dan heb ik ook nog Goonies, Palinia. Allemaal die niet spelen. Ja. Ik kom gewoon aanvallers tekort. Ik ga mijn volgende speler wordt ook weer een aanvaller. Maar goed. Deze slaan we dan even op. Hier onder 23 rare. Zoals je kan zien. Is een veelbelovend team. Ik heb dus Sian Fleming uh, gekocht. Ik heb een trade gemaakt. Uh, ik kan het wel even laten zien. Ja, zoals je kan zien heb ik hier de trade gemaakt met... Perk999, en uh, die herkende mij toevallig. Dus als je dit ziet, shout-out naar jou. Dit is in mijn ogen echt een, uh, een, uh, ja, een mooie deal, een eerlijke deal. En uh, ja, normaal gesproken zou je iets meer kwijt zijn waarschijnlijk. Alleen hij heeft me een beetje gemast, dus shout-out naar jou. Ik hoop uh, dat de kaarten ja, goed verkopen. Ik denk het serieus wel, alleen ik heb met Sian Fleming nu spelen die sowieso echt alles speelt en midweeks gaat spelen, wat ik uh, prettig vind. Om midweeks goed actief te zijn. Dus, die deal hebben we gemaakt. En we hebben hem dus meteen in 123 23 rare gegooid. Waar ik eigenlijk ook Pavlidis kan gooien. Maar dan kan ik Klaasie daar weer niet zetten. Want ik heb dus ook Klaasie nog binnengehaald. Dat ben ik helemaal vergeten te zeggen. Ja, dat hebben we hier gemaakt, deze deal. Dat was met Vixel, Dirksen. Dus mijn reward van afgelopen week. Oxley Chamberlain, mijn reward van afgelopen week. En Wietzel, die uh, eigenlijk niet speelt bij Atletico. En daar hebben we Klaasie voor teruggehaald. Die is niet super duur, omdat hij natuurlijk op leeftijd is. Maar ook dat aanvoeren van AZ, gewoon een vaste waarde normaal gesproken. Dus ja, ik heb veel vertrouwen in AZ. Ook omdat ze nog uh, zijn Europees, volgens mij nog actief. En natuurlijk in de Eredivisie doen ze het ook uh, prima. Los van de traditionele top drie, zijn ze eigenlijk in elke wedstrijd dominant. Misschien dan niet tegen Twente, maar verder uh, zijn ze echt uh, reuze dominant altijd in, in, uh, in hun wedstrijden. Dus dat is voor mij ook mooi. Nou, dat zijn eigenlijk de updates. Het gaat altijd een beetje van hot naar her. En hetgene wat ik nog op wilde gooien is van. Ik ga misschien een rote glory starten. met een, dus een, een los account. Maar de vraag is. Kijk, je kan natuurlijk een rote glory doen dat je echt free to play gaat. Alleen dat, die content vind ik niet zo heel denderend. En ik weet dat heel veel van jullie misschien willen beginnen met rare en dan denken van ja, misschien als ik 100 euro in stop, wat kan ik dan het beste doen? Dus wat is een leuk budget om mee te starten? Ik denk persoonlijk dus rond de 100 euro. Om uh, met limited te starten. En dus met die, uh, die free-to-play plus af en toe wat limited-competities. Dat lijkt me interessant. Dat gaan we dan uh, misschien uh, knallen. Dus laat het even zeker weten in de reacties. Als je dat interessant lijkt. Want als je nog twijfelt om eventueel mee te doen, dan is dat misschien een, uh, een, uh, ja, een leuke rode glory om te gaan volgen. En mocht je sowieso interesse hebben om lid te worden op Sora, om je aan te melden, doe dat dan even via de link in de beschrijving. Want dames en heren, er is momenteel een actie gaande dat als je je aanmeldt via de link in de beschrijving of in de gepinde comment, dan krijg jij een Premier League Limited Card bij het aankopen van twee Limited kaarten Premier League via de auction. Dus als je hier kan zien, nieuw kart auction. Dus dat is zeg maar niet van een manager die je komt, maar van Sora zelf vanaf de veiling. Als je daar twee spelers van binnen haalt. En je hebt je aangemeld via mijn link. Dan krijg je er nog een gratis derde speler bij. En de prijzen van Premier League zijn aardig gehyped, kan ik je vertellen. Dus dat is oprecht, meen ik oprecht, een interessante optie. Als je nog geen lid bent van Zora. doe dat dan even via de link in de beschrijving. En dan help je mij ook mee en jezelf. Want oprecht, je krijgt dan een uh, gratis Premier League Limited kaart. Waar je weer eventueel vooruit kan. Want dat is ook zo, je kan makkelijker vooruit met minder kaarten... En met Limited ook, omdat je dus een beetje kan mixen. En daar komen we dus bij de rote Glory misschien wel op terug. Laat het dan maar even weten. Ik ga dus afwachten wat voor reward wij gaan krijgen. Want ja, we zijn 102e geworden. En zoals je kan zien, ja, we zitten 19 punten er vanaf. En 20 tot aan tier 3. Dus we zitten echt een beetje midden in de tier 3. Dus ja, het is geen vetpot, maar wel leuke content. Daar komt ook nog een video van. Dan komt er misschien dus daarna een rote Glory aankondiging. Wat misschien interessant is voor jullie. Game Week 343 is, uh, zijn er geen wedstrijden eigenlijk. Ik heb maar twee spelers die een wedstrijd hebben. Dus daar kunnen we geen content op maken. Maar dat is misschien een mooie gelegenheid om te gaan starten. Dus met de rote Glory. Voor nu wil ik jullie in ieder geval bedanken. Vergeet nou even niet te liken. Vergeet niet te abonneren als je meer van deze SORAK content wil zien. En als je er wat van op hebt gestoken. En uh, laat nog even dus in de comments weten wat voor team ik nog neer moet zetten. Voor aankomende Game Week. Misschien uh, ga ik daar wel naar luisteren. En wie weet, wordt het dan nog wel een succes? En als je dus uh, nog niet aangemeld bent op sore of geen account hebt, doe dat dan via de link in de beschrijving. Dat zou ik enorm waarderen. En dan help je jezelf ook nog eens mee. Ik wil voor nu zeggen bedankt. Op naar de volgende video. En Ciao. Ciao.